Groet mensen, ik ben Samuel, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de PM Survival. Jongens, ik heb er weer hartstikke veel zin in. Vandaag is er natuurlijk weer tijd voor een invite. Dus, yo! Zeg ik eerst even. Dus jongens, doe wat een groen duimpje en zet voor onze reactie neer als jij een invite wil winnen. En we gaan natuurlijk ook iemand op de World of Fame zetten. En dan gaan we verder met ons huisje daar. Jongens, wat een drukke dag heb ik vandaag gehad, zeg. Zo, hey. Ik heb het veel aan een modpack gezeten samen met Marijn. Marijn helpt me altijd met de PM modpack, vind ik super tof. Mike Heldens trouwens, gefeliciteerd. Je staat nu op de Wall of Fame. Bam, doen we even. Gefeliciteerd, bro. Je staat op de Wall of Fame. Je kan serieus dan niet dood. Ik weet één ding OP is, als je de modpack en je wil weten wat het is. Je kan serieus niet dood. Ik wil ook inderdaad niet meer over de modpack praten. Eigenlijk zou ik wel over de modpack praten, maar dat ga ik nu eigenlijk niet doen. Want dat wil ik lekker bij de modpack-serie zelf houden. Anders vertel ik alles dubbel op, wat niet nice is. Jullie zaten trouwens een platte dak. Tenminste, dat zie ik hier. Platte dak. Dus wij gaan een platte dak maken. En ik zit te denken dat ik het gewoon van hetzelfde hout ga maken. Want anders is het zo van... ziet het er derp uit. Dus ik ga denk ik van hetzelfde hout maken. Maar, wat heb ik eigenlijk allemaal vandaag gedaan? Ik heb heel veel aan de modpack gezeten. Ik heb heel veel geüpdate. Maar godsam, je zou toch niet over de modpack praten? Ja, maar nu praat ik over wat ik vandaag heb gedaan. Ik heb heel veel aan de modpack gezeten. Wat best wel heel veel werk is. Ik had het ik dacht zo, nou, het is niet, waarschijnlijk niet zo super veel werk. Het is super veel werk om een modpack onder te houden. Je moet alle bugs moet je natuurlijk goed meteen verwijderen en zo. Maar ik heb vandaag samen met Marijn. Marijn is de eerste beta-tester. Of de alpha-test kan ik eigenlijk noemen. Die helpt mij zodra er een bug is. Meldt hij dat meteen. En dan gaan we het samen meteen even fixen. Wat natuurlijk super chill is. Met hem doe ik het eigenlijk. En dat vind ik super chill dat hij mij daarmee wil helpen. En daar ben ik ook echt super blij om. Dat ik natuurlijk niet allemaal alleen doe. Want jullie ook helpen me echt enorm. Ik heb vandaag natuurlijk ook weer gelivestreamd. En daar krijg ik ook echt super veel steun door. Van wat er nou mis is. Wat er nou aan de hand is. Als er een bug is of iets. Weet je. Dat is zo ontiegelijk fijn om steun te hebben. En het voelt ook meer als een community project. Dan de... laat ik zeggen, een Project Minecraftia modpack. Het voelt meer als een allemaal iedereen helpt mee modpack. Dus begrijp wat ik bedoel. Vind ik super leuk. Maar wat heb ik voor de rest gedaan? Eigenlijk zou ik vandaag fucking veel willen opnemen voor morgen. Dat was mijn plan ook. Ik zou eigenlijk super veel. Ik zou iets van 5, 6 video's vandaag eigenlijk opnemen. Maar omdat de PM modpack heel veel. Eigenlijk een hele grote update kreeg. Heel veel mods gingen eruit, heel veel mods gingen er weer in. Was het een beetje crap om heel veel te opnemen. Dus uiteindelijk is dat niet gelukt. En daarom heb ik ook gestreamd vandaag. Of ben ik nog aan het streamen? Ik weet het niet. Misschien ga ik in de avond streamen. Ik weet het niet. Moet je mij even Twitter vragen. Ik denk het niet in de avond. Maar dat vind ik... Oh, ik moet even call fixen. Of heb ik nog... Nee, ik heb geen call. Maar dus dat... dan moet ik morgen heel veel opnemen. Maar morgen heb ik dus niet zo super veel tijd. Je kunt niet dood. Ja, maar I really don't care dat je niet dood kan. Als je dat wil... Als je wil dat je niet dood kan in een modpack, dan doe je dat. Weet je? Dat zeggen ook heel veel mensen. Van, dit is OP, dat is OP. Dit moet je weghalen, want duplicate glitch. Dus van, er is een duplicate glitch, weet je? Maar I don't care. Als jij die duplicate glitch wil doen, weet je? Dan prima. Dan kan jij evengoed beter in creative gaan en het doen. Dus ik kan het cheaten, kan ik sowieso niet stoppen. Want je kan altijd in creative gaan. Dus duplicate glitches. Voor servers is dat natuurlijk wel handig. Maar... mij boeit het momenteel nog niet. Dus echt, ik laat het gewoon zo. Even kijken. Leg hier even torch neer. En het ziet er wel geinig uit. Hier wil ik natuurlijk een heel groot meertje hebben. En die wil ik ook allemaal met water fixen. Dus dan gaan we even twee diep gaan we graven. Want hier wil ik overal water hebben. En dat doe ik nu niet handig. Als ik het zo zie. Ik kan beter eerst overal water neerleggen. En daarna pas... Ja, ik kan beter inderdaad water neerleggen. Ja, dat is beter. Ik ga eerst even water neerleggen. Dus we gaan even kijken. 1, 2, 3, 4. Dan wil ik... Ja, ik moet sowieso eerst water neerleggen. Dat is veel makkelijker als je dat eerst doet. We gaan nog even wat torches neerleggen. Want het is hier echt super donker. Wat natuurlijk niet chill is. Hoppakee. Doen we even voor. Hier ook nog eentje. Zo. Dan gaan wij even een paar sticks maken. Want dan gaan we even nog een fence hebben. Of hebben we nog een fence hebben? We gaan niet een fence hebben, want het klinkt echt heel erg weird. En dan gaan we nog een fence gate maken. Zo.
En dan hebben we zometeen een klein poeltje. Eigenlijk kan je het wel als een soort zwembad beschouwen. Maar het is niet echt een zwembad. Omdat dat past niet hierbij. Maar hier gaan we nu even allemaal water neergooien. Want dat is natuurlijk handig is. Want dat hebben we nodig voor een klein vijvertje. Ja, je kan erin zwemmen. Maar het is niet daarvoor bedoeld om erin te zwemmen. Het is gewoon om het dik te chillen. Kijk, misschien is dit wel leuk. Leggen we hier twee toortjes op. Zo. Dan weet je waar de entrance is. Ziet er wel fancy uit, hè? Moeten we eigenlijk hier ook doen. Dan zetten we hier ook even twee toortjes. Oh, nee. Moet ik het wel goed doen, hè? Zo. Hoppakee. En hier ook. En hoppakee. Het ziet er wel leuk uit. Vind ik. Ik werd 1-1. Oh my god, die Peter Krol 2 die bleef maar spammen dat er een bug in zit. Maar dit is geen bug. Want als... Nou ja, er zijn sowieso dingen OP. Je hebt een peanut butter jelly base bed of zo. Wat van 14 damage doet. Maar als je dat wil maken, go for it. Maar je moet... Dat heb ik al zo vaak verteld. Je moet Minecraft met je leuk voor jezelf maken. En niet om het... Ja, te glitchen, is dat een goed woord? Om het te cheaten, als je dat wil, moet je het doen. Maar dan gaat wel natuurlijk je ervaring eruit. Ervaring weg, als je het leuk vindt. Dus ja. Het is maar wat je wil, hè. Het is maar wat je wil. 3, 4. Vijvertje. En... Vijvertje. En dan gaan we even al het water gaan we elke keer. Moeten we nu inleggen. Want hier willen we natuurlijk water hebben. Dan hebben we in ieder geval een unlimited water source. Wat we eigenlijk nodig hebben. Dat heb ik daar natuurlijk ook. Alleen ik wil een hele grote hebben. Zo. Nog niet unlimited. Maar ik wil hem wel inleggen. Waarom ligt hier? Ik wil net zeggen. Waarom ligt dat dirt? Klopt niet. Het regent trouwens ook echt moeilijk hard. En ik ben hier gewoon lekker buiten aan het werk. Because I don't care. Ik denk dat het nu unlimited is. Het is unlimited. Super chill. Kijk, want nu kan ik gewoon lekker zo graven. En nou, als het goed is... Wordt dat niet unlimited crap. Dat is iets minder. Oké, nu kan ik gewoon dit weghalen. En dan kan ik zometeen dat eronder ook gewoon allemaal weghalen. Dat is veel makkelijker dan ik eerst twee diep ging graven. Zo. Oh, dit is ook nog niet unlimited. Ik even fixen zometeen. En ja, dat ga ik nu gewoon fixen. YOLO. Hoppakee. Kom met het water. Dan leggen we alles hier neer. En dan moeten we dit... Overal moeten we water leggen. Tot het unlimited wordt. Ik weet niet hoe snel... Dit unlimited wordt. Je kan het ook echt moeilijk zien. Oké, daar moet er nog eentje. Zo. Daar in effect moet er nog eentje. Oh, die is denk ik net zojuist gefixt. Ik denk dat het nu wel goed is. Laten we even niet de resource pack uitdoen. Nee. Doet hij het. Yes, hij doet het. Shaders uit. Kijk, dan kan je even makkelijk even zien of alles gelijk is. Yes, en dat is het. Dus dan kunnen we makkelijk deze verwijderen. En deze verwijderen ook. ik ga nu maar gewoon oké tegen hem zeggen. Want hij blijft maar spammen, jongen. Niet normaal. Just waving. Zo, dan ziet het weer fancy uit. En dan gaan we dit nu moeten we allemaal weghalen. Kijk je, Doxum77. Wie is dat? Dat is natuurlijk die Duitse YouTuber, toch? Duits? Is hij Duits? I don't know. Ik dacht het wel, want ik heb... David kreeg vet veel haat met hem of zo was het. Of de kijkers kregen vet veel haat omdat hij met David opnam. Dat was een hele lange tijd terug, maar op Twitter had ik dat gelezen. Ja, dan weet ik wie het is. Maar ik ken hem niet qua YouTube. Ik weet niet wat hij doet of zo. Maar ja, anders... Dat maakt denk ik ook niet echt super veel uit. Want er bestaan duizenden YouTubers die ik niet ken. Dus... Ja... Kijk, dan scroll ik weer op YouTube en dan zie ik weer 100.000 abonnees. Dan denk ik van, wie de fuck is dat nou weer? Weet je, gewoon, oh. Wauw, oké. Kijk, dan hebben we nu een klein vijvertje zo. Is toch wel leuk? Ziet er wel geinig uit. En dit wil ik hier gewoon zo houden. Want dit wil ik eigenlijk ook van hout hebben. Zullen we het gewoon even van hout maken? YOLO, gaan we gewoon nog van hout maken. Want dat ziet er wel geinig uit. Dan heb je een soort verandertje. Kijk, hoppakee. Nou, kijk, dan hebben we hier een klein verandertje. En dan kan je hier zo lekker gaan chillen. Kan je lekker gaan vissen, wat je wil doen. Het ziet er wel geinig uit, vind ik. Dit ziet er wel leuk uit. En wat wil ik hiermee doen? Ik wil dit wil ik openlaten. Want dus net als ook een vijvertje kan je gewoon hier aan de rand lopen. En dan kan je daar naartoe. Ik denk dat dit er wel leuk uitziet. En we hebben hier natuurlijk een dak. En is Walker online? I don't hope so. Ik zie hem niet. En dan hebben we hier natuurlijk ook nog een... waar is mijn toortjes? Hierzo. Hier natuurlijk ook een klein verandertje. Wat was dat? Dat is een zombie die eraan komt. Dat is niet leuk.
Ja, hier hebben we natuurlijk wat birds nog nodig. En ik heb gelukkig ook nog wat fences. Want met die fences wil ik heel fancy gaan doen. Nee, wil ik eigenlijk dit gaan maken. Woep. En een torch. Nee. En een torch. Nee. Nog een keer. En een torch. Nee, niet goed. En yes. Kijk. Lijkt me wel leuk om dit zo te hebben. Wil ik hier natuurlijk ook gaan maken. Woep. Kunnen we hier omhoog? Shit, daar komt hij aan hoor. Komt hij aan. We will kill you. Go, 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 go. Ah, nice, 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 nice. En 1, 2, en... Dat is niet goed, Sam. Dat is zeker weten niet goed. Ik krijg XP. Lijkt net alsof ik XP kreeg van die vent. Dat is heel erg weird. Kom op. I can do this. Kom op. 3 maal scheepsrecht. Nee. Oh my god, dit is nog best wel lastig. Yes. Kijk, dan ziet het er wel gewoon geinig uit. En dan hebben we hier gewoon ons vissershuisje. Dus dat is, ik ben er blij mee. Jongens, vissershuisje is af. Verandertje ga ik de volgende aflevering al fixen. Dan moeten we eigenlijk wat birds even hakken. Maar voor de rest, zeg maar wat er nog toegevoegd moet worden. Ik ben er in ieder geval hartstikke blij mee. Ik ben er tevreden mee. Hij ziet er leuk uit. Misschien moet ik nog een leuk kraampje ernaast maken voor vis of zo, dat je kan verkopen. Ik wil jullie in ieder geval hartelijk bedanken voor het kijken van deze video. Als je hem leuk vond, vergeet zeker weten dan niet op de blauwe duimpje te klikken. En dan check ik jullie gewoon maandag bij een nieuwe aflevering van de PM Survival. Bedankt voor het kijken. En ik zeg... Peace.